super. Super, echt leuk. Kei leuk. Ik vind dat het bij carnaval gewoon bijhoort. Ja. Ik ben blij dat het er is. Dus. Het idee is ontstaan bij de installatie van Prins Carnaval in oktober al. En het was de kapelaan, heel de avond was hij erbij, met iedereen kletsen. Nou, en van Lieverlee kwam eigenlijk gewoon door een gesprek met Mark Verhoeven, onze raadsheer. Die raakte het onderwerp aan in gesprek met hem en hij vond het meteen een goed idee. En toen naderhand is er eigenlijk wel later op teruggekomen, is er een commissie gevormd en is de carnavalsmis in elkaar gezet. Het is 28 jaar geleden. Het was een traditie in Liemde bij de ploegers. Alleen op een gegeven moment werden de pastoors strenger, mochten minder. En toen is vanuit de ploegers gezegd van we stoppen ermee. En nu met deze kapelaan die wat vernieuwender is, wat jonger is, die het ook leuk vindt. Die makkelijk contact zoekt met de mensen, is eigenlijk weer een nieuw leven ingeblazen. Ja. Dit vind ik uniek. En het meest unieke vind ik nog dat om 11:11 begint. Dat tekent dat we het echt willen. En je ziet ook wel aan de opkomst dat het gewoon geweldig is. Hoe lang is het geleden? Was het niet 28 jaar geleden of zoiets? Heb je het toch goed onthouden? Nee, maar dit is werkelijk uniek. En de kerk komt vol vandaag, denk je? Al vol of niet vol. Die vraag hoef ik niet eens te stellen als ik even omkijk. Als ik nou al zie dat aan de zijkant ook al vol gaat lopen. Ja. En dan nog hopen dat het een beetje gevolg heeft. Maar dit op zich is geweldig. Hoe lang is het geleden dat hier een carnavalsmis is geweest? Weet u dat? Nee. Nee, ik kan het niet meer herinneren. Het is heel lang geleden. Wat vindt u ervan dat het nu zo ver is? Ik vind het heel fijn. Ik vind het echt fijn. Ja? Ja. Nou, ik vind het wel een leuk initiatief, maar op het feest moet je afwachten. Dat moet nog even worden, hè? Nee, dat is wel mooi. Ik vind het wel mooi. Maar het is wel een leuke traditie die in de eer herstelt. Ja, ook. Op zich toch perfect, hè? Eigenlijk hoort het er een beetje bij, hè? Fijn, ik. Ja. En gaat u nog carnaval vieren? Nee, ja. Optocht kijken en zo. Jawel. Net als jullie dat we nog met mee moeten gaan. Nee, dat ook niet. Oh, nee, want dat is verkeerd begrepen. Nee, ik heb dat nog nooit meegemaakt, maar Jawel, vroeger wel. Onder pastoor Klaassen nog. Ja, en wat vindt u ervan dat na al deze tijd er weer een mis is? Geweldig. Geweldig. Ja? Beginnen met bezinning en dan feest. Super, kijk maar. Voor het eerst weer een carnavalsmis. Eerst weer sinds 28 jaar. We hebben er erg veel zin in. En zo'n volle kerk, helemaal fantastisch. Thank you.
Hartelijk bedankt ook aan de gelukkige hoogheden, de minister en prinses Maxi. En uw volk, alle carnavalgangers. En ook de hoofdkapel van een prachtige aantreden. Het is goed om zo samen te zijn. Thank you.
Laat mij met rust, antwoordde hij. Het is mijn tijd nog niet. Zijn moeder zei tegen de bediende, doe wat hij u zegt. Er stonden 6 grote aarden kruiken, elk met een inhoud van 100 liter. Die werden bij bepaalde gelegenheden met water gevuld, zodat men zich volgens de Joodse voorschriften kon wassen. Jezus zei tegen de bediende, vul al die kruiken met water. Toen ze dat gedaan hadden, zei hij, schep er nu wat uit en laat de ceremoniemeester ervan proeven. Ze gaven ervan aan de ceremoniemeester, die niet wist wat er gebeurd was. Hij proefde van het water dat wijn was geworden en riep de bruidegom. Hij zei tegen hem, wat een lekkere wijn, hoe is het mogelijk? Iedereen schenkt eerst de goede wijn en als de mensen genoeg gedronken hebben, pas de minder goede. Wie heeft de beste wijn voor het laatst bewaard? Woord van de Heer, wij danken God. Je kunt gerust plaatsnemen. U zult zich misschien afvragen waar ik in hemelsnaam zo'n bonte kazuifel heb gevonden. Het is een van mijn weinigste kazuifels die mijn moeder voor me heeft gemaakt. En het was geïnspireerd op Piet Mondriaan. Straks met de communie kunt u dat misschien wat beter bekijken. Nou. Lieve mensen, als priester hoor je van alles. Laatst waren er 2 priestercollega's op vakantie in Hawaii. Ook een priester moet wel eens tot rust komen, even uitwaaien. Ze wilden ontspannen, dus kochten ze echte Hawaii-shirts. Weet je wel van die shirts vol met bloemetjes, bonte kleuren en korte broeken. En lieten bewust hun priesterkleding achter in het hotel. Op het strand gekomen kwamen ze al snel een prachtige blonde dame tegen, een vleurige bikini. Ze knikte haar hoofd en zei, dag, eerwaarde heren. De priesters waren buiten zichzelf van verbazing en liep haar snel achterna om te vragen hoe ze in hemelsnaam kon zien. Dat ze priesters waren in hun Hawaii shirts en korte broeken. Hierop antwoordde de prachtige blonde dame, herken je me dan niet? Ik ben zuster Lucia. Het leven is vol verbazingen. En het is goed dat we soms ook weer verwonderd kunnen zijn. Zo was ik verwonderd toen ik laatst de krant las dat kerken niet meer als parochie. Dat de kerken die niet meer functioneren als parochiekerk, maar allemaal jumbo's moesten worden. Nu is het misschien wel handig als je meteen naar de mis je boodschappen kunt doen. Dat gaan we toch maar niet doen hier in Lint. Toch hebben we af en toe ook als kerk iets in de aanbieding. We hebben bijvoorbeeld heel veel wijn. Het probleem is echter er ook heel snel bij zijn. En je hebt vast wel gemerkt dat er zelden iets overblijft voor de rest. Laatst werd er zelfs een priester van de weg gehaald door de politie voor alcoholcontrole. De agenten vroegen of hij iets had gedronken, waarop de eerwaardeman antwoordde dat hij echt alleen water op had. De politieagenten zagen echter dat er wijnflessen in de auto lagen en vroegen waarom ze dan wijn konden reiken. Waarop de priester antwoordde, dat zal je toch echt van ons lieve Heer moeten vragen. En inderdaad, wijn en bier zijn een wonder. Ik heb zelf een tijdje in de brouwerij gewerkt, dus ik zou het moeten weten. Want je hebt zon en regen nodig voor gerijpte druiven of graan. Vervolgens moeten de suikers gaan fermenteren of gisten, om zo op wonderlijke wijze te worden omgezet in alcohol. Terwijl ze rijpen ontstaan er allerlei intense smaken en kleuren. Is dit niet misschien een beeld van een menselijk leven? Ook wij hebben regen en zon nodig, verdriet en vreugde. Periodes van moeilijkheden, maar ook vrolijkheid en feesten. Zo komt ook een mens tot rijpheid. En die rijpheid houdt in dat we ons niet alleen maar blijven.
staar op alle ellende in de wereld. Maar dat we minstens één keer per jaar even stilstaan bij het wonderlijke geschenk van onze levens. Je ziet het in de kinderen. Die hebben nog een natuurlijke joie de vivre of levensvreugde. Helaas raken we die soms kwijt. Door werk, drukte of allerlei tegenslagen in het leven. Carnaval is bij uitstek een kans om die levensvreugde te herpakken. Om het leven weer te zien als een godsgeschenk. Als iets dat we uitbundig en met plezier mogen vieren. God is met zijn vreugde ook niet zuinig. Ze hadden al 600 liter wijn op bij dat bruiloftsfeestje in de kamer. En Jezus maakt er nog eens 600 liter wijn. Dat krijg je als je de pastoor uitnodigt op je feestje. Wij als kerk een lijnboodschap. Een boodschap van vrede, gemeenschap. Rechtvaardigheid, vergeving, geloof, hoop en liefde. En Jezus heeft toen niet een discussiegroep opgericht om over al deze zaken te praten en nogmaals te praten, maar juist om ze te doen. Leef dus de blijde boodschap. Vier het leven als een godsgeschenk. En vieren doe je gelukkig nooit alleen. Het is iets waar we samen aan moeten werken, want alleen met z'n allen. Thank you.
hier een bijdrage te mogen leveren aan deze carnavalsmis, welke na een pauze van 28 jaar weer is georganiseerd. Zoals we reeds eerder aangegeven hebben, vinden wij de samenhorigheid in Ploegersland een zeer groot goed. Het feesten met carnaval en genieten van de mooie dingen in het leven, zonder aangifte persoons, geeft een goed en een erg warm gevoel. Om deze warmte te benadrukken, komt onze zoon Cas nu naar voren om samen met mijn kleinigheidje aan de kapelaar aan te bieden. Zeker op deze Valentijnsdag vandaag. Iedereen een fantastische carnaval. En denk eraan, alleen met z'n allen. Ik heb niet lang gewonnen. Zeg nu dan, machtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Gaat nu alle heen in vrede. Wij danken God. En als ik het goed begrepen heb, zingen we nu samen. Het Lieve Volkslied vindt u achter in die boekje op het kafje. Harte uitgenodigd om bij volle borst mee te zingen. Hier rond, hè? Hier rond, hè? Hier rond, hè?
was grandioos. Het was echt mooi om de kerk zo vol te zien, een leuke sfeer. We hebben lekker gespeeld, carnavaleske muziek. In overleg met de kapelaan, dus ja, het was echt grandioos. Dat is toch wel even een hele bijzonderheid voor Liemde, hè? Het heeft 28 jaar geduurd, maar we zijn er weer. En op naar volgend jaar zou ik zeggen. Meestal, als we spelen in de kerk, is het meestal met of feestelijke of droevige gebeurtenissen. Helaas steeds vaker droevige natuurlijk. Spelen in de kerk is altijd mooi, het klinkt goed. Dus we vinden het zelf altijd heel fijn om in de kerk te spelen. Altijd leuker met feest dan met droevige dingen, maar ook dan is het heel mooi en heel passend. Dit is uniek, dit is, het hoort bij carnaval, het is toch de basis waar carnaval vandaan komt, denk ik. Dus mooi als we zo kunnen starten en nu op naar 4 dagen carnaval. Ja. Heb je er zin in? Enorm veel, ja. Kan nou ook niet meer mis. Nee, dit is een goede start. Ja, er kan niks meer misgaan nou, hè? Met een beetje hulp van boven moet het nou toch zo is het, die zegen hebben we nu, denk ik. Dat was echt heel leuk. Hij heeft er echt zijn best ook al voor gedaan, de pastoor. Ja. Dit was wel heel iets anders, ja. En wel leuk, denk ik, na al die jaren een keer, of niet? Ja, het was wel weer tijd om een keer de kerk ook te betrekken bij het carnavalsfeest. En met de nieuwe kapelaan is dat in ieder geval gelukt. Ja, leuk. Wel een beetje, een keer iets anders dan het serieuze kerk natuurlijk, hè? Je doet het jaar ook wel heen, of niet? Nee, want wij wonen niet in Liemde. Oh, wonen niet in Liemde. Oh, dus jullie hebben hier geen... En waar komen jullie dan bij? Mijn zus ophalen. Die zit in het gevolg. Ja, ergens, als het goed is. Klopt, haar man heeft muziek gespeeld, dus... Een zeer geslaagde mis. Erg leuk, gezellig. Ja, zeker. Het is lang geleden, hè? 28, 29 jaar. Ja. 28 jaar geleden, ja. Nee, maar ik vond het een geweldige mis. Echt waar. Ik vind het ook dat het erbij hoort. In die zin van het is een katholiek feest, dus ja, daar hoort ook een mis bij. En de ontspannen sfeer en onze kapelaan, hè, Geoffrey, hij deed het geweldig. Het was wel een bewust samen zijn, had ik het idee. En carnaval draait om samen zijn, lijkt mij. Dus. Ja, dat was erg leuk. Ja. Een gezellige mis. Ja, een goed begin voor de carnaval. Ik zou zeggen, jongens, komt allen en proef de sfeer. Ja. Ik had er wel een voorstelling bij, maar ik vond de sfeer nog meer ontspannen dan ik verwacht had. En ik hoopte wel dat het losging, maar het ging ook echt los. Dus wat dat betreft, super. Ja, unieke ervaring. Na 28 jaar dat we dit weer mogen hebben, met een fantastische kapelaan die het geweldig gedaan heeft. Kwinkslagen in zijn lezing en zijn preek. Helemaal geweldig, voor de jeugd en voor iedereen. Ik vind dat hij volgend jaar genomineerd mag worden bij de top 3 om prins te worden, vind ik eigenlijk. Dus dat zou wel een hele leuke zijn. Ja. Helemaal top. Je bent de moeder van de kapelaan, ja. Heeft hij het een beetje naar zijn zin? Oh, zeker. Hij vindt het ontzettend fijn hier. Je ziet het, hij straalt. Super. En wat vindt u? Bent u trots op hem? Ik ben zeker trots op hem. Hij is een goede man. En dat vind ik heel belangrijk, dat hij echt met de mensen zijn en onder de mensen zijn. En voor de mensen ook. Ja. Ik denk... Echt, Lien past goed bij Geoffrey. Dus een juweel van een dorp. Ik vind het zo een prachtige plaats hier. Je moet het echt koesteren. Het is prachtig hier. Nou, moeders mogen altijd trots zijn. Het was fijn om een moeder erbij te hebben. En geweldig. Dus heel erg tevreden. Ik heb gehoord dat de mensen in de kerk het enorm naar hun zin hadden. Maar ik heb zelf ook enorm meegenoten. En het is zo belangrijk, we hebben een blijde boodschap, dat we die ook met vreugde weer leren uitdragen. En als dat toch weer opnieuw kan in deze tijd, nou alleen maar top. Hè? De trui die u aan heeft, is dat nou een carnavalstrui of is dat nou gewoon een trui die dat, u altijd aan? Dat is vanwege carnaval. We gaan met een groepje naar Maastricht. En het is 125 jaar geleden dat Bram Stoker... Graaf Dracula heeft bedacht en zodoende doen we dat als eerbetoon. En omdat heel veel mensen al als vampiers gaan, gingen wij als vampierjagers. Dus vandaar dat we een thema hadden en ja, ik had de pak al klaar voordat ik naar Liemde kwam. Dus ik denk, dan nemen we dat gewoon mee met de feestelijkheden. Nou, geweldig, maar dat mag wel. Ik bedoel, dat zijn toch hele andere... Ja. Andere dingen. Ik bedoel, sommige mensen, priesters, zullen zich daar absoluut niet prettig bij voelen. Maar ik ben hier in Brabant opgegroeid, weliswaar niet geboren. En je neemt toch iets van de cultuur en de volksaard mee. En je kunt op een hele nette en prettige manier carnaval vieren. Ook, zeker als je ook vanuit het geloof. Dat je, het is het feest van het vlees. Je maakt alle lekkernijen op.
Om dan goed de vastentijd in te kunnen gaan, zodat je niks hoeft weg te gooien. En zo is er een volksfeest ontstaan. En dat is toch echt vanuit een geloofskader ontstaan. Nu is het niet verplicht om dat ook vanuit het geloof te beleven, maar de wortels van de carnaval liggen toch echt in het katholicisme. Ja, nou, ik wens u een hele fijne carnaval. En ik wil u vooral complimenteren met deze mis, want het was een feestje. Nou, geweldig. Ik ben blij dat u het mooi vond. En mensen zijn altijd welkom. Okay. Dus, dank u.